Mijn naam is Mandy Meendering en ik ben leerkracht op basisschool Hoog in Nijkerk. Ik werk al 7 jaar en dit jaar geef ik les aan 6. De resultaten die we hier eigenlijk uit opmaken, dat is ten eerste voornamelijk dat de kinderen veel meer gemotiveerd zijn. Gewoon ontzettend doorhebben dat ze zelf verantwoordelijkheid ervoor hebben ook. En het ook leuk vinden om eraan te werken. Qua abstracte resultaten, op het moment zit de hele klas, 28 kinderen, op een A en een B. Eigenlijk super resultaten. Geen onvoldoendes meer. En de kinderen die op een D zaten, die zitten nu op een B. Dus ja, gewoon geweldig dat je ziet dat het zo omhoog is gegaan eigenlijk. En ook dat ze er zelf plezier in hebben. En dat ze niet elkaar erop wijzen van nou dit kun jij nog niet, maar dat ze eigenlijk elkaar proberen te helpen. Te zien, daar had je nog een beetje moeite mee, ik kan dat al, zal ik een keertje je helpen met het werk. En dat vinden ze gewoon heel leuk en dat is voor de wat zwakkere rekenaars ook gewoon heel leuk om te doen en te zien dat ze ook hun maatjes een beetje kunnen vragen en niet altijd bij de juf hoeft te zitten. En zo samen eigenlijk wat hoger opkomen. Wij werken bij ons op school in 4 hoeken, met name op de ochtend. Het werkt eigenlijk zo, na de kring gaan de kinderen klaarstaan met hun laadje op tafel. En ze pakken 4 kieskaartjes. Met die kieskaartjes kunnen zij 4 verschillende hoeken kiezen op hun kiesbord. En daarvoor hebben zij een roostertje of op het bord of in hun la, waarop ze kunnen aflezen wat ze moeten doen die dag. Dan gaan ze zelf kiezen of ze eerst willen rekenen of eerst bijvoorbeeld taal willen doen. Dus ze kunnen de hele ochtend zelf inplannen. En elke hoek duurt ongeveer een half uur. En na een half uur dan wisselen we door, dan wordt er geklapt. En dan wisselen de kinderen zelf naar de tweede hoek die ze gekozen hebben. De 4 hoeken die wij gebruiken zijn rekenen, taal, mix en speelleer. Speelleer, dan moet je bijvoorbeeld tekenen en de computer alles stelt. Mix, spelling. Bij rekenen gewoon bijvoorbeeld geld. En bij taal moet je gewoon een les maken. Ja, wij zijn bij het rekenonderwijs eigenlijk net begonnen met een nieuwe methode. We werken nu met alles stelt. En voor ons is het eigenlijk heel belangrijk om daar de kinderen zelf meester van hun werk te maken, zeg maar. Dus dat ze zelf ook inzien wat ze al heel goed kunnen, dat is het belangrijkste, en wat ze nog moeten leren. Daarvoor gebruiken wij eigenlijk de vooraftoets. We maken eigenlijk de toets die ze achteraf maken al vooraf, zonder instructie. De kinderen maken dan wat ze al weten. Waar ze niet uitkomen, dat mogen ze overslaan. Na afloop kijken we dat samen na. En de kinderen die krijgen dan te horen van bij welke som ze hoeveel goed moeten hebben, zeg maar. En dat vullen ze zelf in. En dan kunnen ze zelf bekijken, die som ken ik al helemaal, dus daar mag ik een smiley neerzetten. En die som die moet ik nog leren, dus daar zet ik een L'tje bij. En dan is het voor mij als leerkracht duidelijk overzichtelijk. Die snapt dat al, die heeft daar allemaal smileys en dat moet hij nog leren. Dat zetten we op een gegeven moment samen in een tabel. Dus dan komt er een heel overzicht van de klas, van alle kinderen, welke onderdelen, welke leerlijnen ze nog moeten oefenen in de instructie en welke ze al kunnen. En aan de hand daarvan delen we de instructies in. Dus ik maak groepjes, bijvoorbeeld voor breuken, daar zet ik een aantal kinderen onder die dat nog moeten leren. Maar ook de kinderen die dat al kunnen, die komen ook eens in zoveel tijd aan de instructietafel. En daarmee gaan we dan wat moeilijkere opdrachten doen. Gaan we iets boven de leerlijn zitten van groep 6 en zeggen, je kunt dit al, kun je dit dan ook? Een beetje extra uitdaging. Een voorbeeld van onze instructie is eigenlijk dat we met de eerste groep bijvoorbeeld heel concreet aan het werk gaan. Een voorbeeldje daarvan is met breuken bijvoorbeeld. Dat wij met maatbekers aan de slag gaan. Hoeveel bekertjes passen er in een maatbeker? En als het dan bijvoorbeeld 1/4 deel is, hoeveel bekers zijn het dan? Dat oefenen we door samen te werken met maatbekers die te vullen. En met water gewoon te kijken, hoeveel passen er nou eigenlijk in? En als ik hem nou voor 1/4 deel vul, hoeveel bekers zijn het dan? Dat schrijven ze samen op. En zo kunnen ze samen later in een groepje dat soort dingen ook uitzoeken.
Bij het tweede groepje gaan we bijvoorbeeld al meer met modellen werken. Dan teken ik een rapport dezelfde kan, met een streepje. En dan moeten ze zelf de tabel invullen. Oké, als die voor 2,50 gevuld is, dan zijn het zoveel bekers. En dan kan er nog zoveel bij. Het laatste groepje die kan het al meer zelf. Dus die heeft eigenlijk alleen nog de tabel nodig met de droge breuken erin. En die kunnen aan de hand daarvan zelf berekenen hoeveel er nog bij moet of er al in zit. Hey, mijn naam is Kees P. Ik ben werkzaam als bovenbouwcoördinator en leerkracht op basisschool in Nijkerk. Onze rol als directie binnen het verbetertraject is dat wij in eerste instantie het aanspreekpunt zijn naar het KPC, waarin we met een adviseur van het KPC het traject hebben uitgezet. Daarnaast hebben we het vooroverleg voor de teambijeenkomsten. Naar aanleiding van de teambijeenkomsten gaan we per bouw ook uit elkaar, waarin wij als bouwcoördinatoren ook het proces aansturen wat binnen de bouwen gebeurt. Daarnaast leggen we groepsbezoeken 2 keer per jaar af, waarin we ook de leerkrachten feedback geven op de manier waarop rekenonderwijs gegeven wordt. En we proberen daarin ook weer nieuwe doelen te stellen en ook met de leerkrachten eigenlijk mee te ontwikkelen. Nou, vanuit het Reken van Beter traject, waarin we ingestapt zijn als zijnde de rekenzwakkerschool die we uiteindelijk niet waren, werden we dus heel erg afgerekend op leerresultaten. Terwijl wij met elkaar zeiden van nou, er is veel meer dan alleen de leerresultaten. We moeten richting passend onderwijs. We willen kijken naar de bredere ontwikkeling van de kinderen. En op basis daarvan willen we met het rekenen aan de gang gaan. Binnen het rekenen onderwijs zijn er verschillende referentieniveaus waarvan je zeg maar de rekeninstructie kunt geven. Het functieniveau is dan eigenlijk het basisniveau en het streefniveau is het niveau waar je, wat je eigenlijk naar streeft, wat je wil bereiken. Alleen bij het differentiëren tussen leerlingen hou je ook rekening met of een leerling het streefniveau aan kan of het functieniveau. Een aardig voorbeeld als je het hebt over de functieniveaus en de streefniveaus is een groepsbezoek bij een leerkracht die de les eigenlijk volledig op streefniveau gaf. Waarbij in de verwerking heel goed te zien was dat een aantal leerlingen die verwerking niet goed mee konden pakken. Omdat de instructie eigenlijk op een te hoog niveau werd gegeven. Dus des te belangrijker is het om de instructies aan de verschillende leerlingen op de verschillende niveaus ook te geven. Om te zorgen dat de instructie ook aankomt waar die aan moet komen.